De beelden in deze volgende reportage zijn heftig en niet geschikt voor jonge kijkers. Dus die moeten even achter de bank geschoven worden of de keuken in. In deze schokkende documentaire waar we het over gaan hebben, Emma wil leven, gaat het over een 18-jarige meisje, Emma, die strijdt tegen de ziekte anorexia en die strijdt die verliezen. Er is nu een boek en een toneelstuk over haar leven. I'm fucking scared. De hevige strijd die Emma voert staat in veel geheugens gegrift. De documentaire heeft impact, maar er valt nog veel meer te vertellen. Het boek, daar krijg je een breder beeld van wat Emma was. Maar ook wat de ziekte is en wat de ziekte met je doet. Wat was Emma eigenlijk voor iemand? Dus mensen hadden ook wel behoefte aan wat meer achtergronden, wat meer context. Emma had zelf heel graag een boek geschreven. Dus ik vond de vraag, wil jij de hele Emma laten zien en niet alleen de zieke Emma? Dat vond ik eigenlijk een hele mooie vraag. En om het verhaal rond te maken, kruipt actrice Lisse Knapen in de huid van Emma in het toneelstuk Emma wil leven. Toen de documentaire uitkwam, was het al heel chockerend en heel belangrijk dat dat werd verteld. En dat je naar haar kon kijken en dat je zag hoe erg het eigenlijk kon zijn. En in het stuk kruip je veel meer in haar hoofd. Een bijzondere dag dus voor de nabestaanden van Emma. Een mooi moment in de zin van dat de boodschap van Emma, denken wij, heel duidelijk gehoord is en gehoord zal worden. Tegelijkertijd geldt natuurlijk voor ons dat Emma dat zelf niet meer heeft kunnen doen terwijl ze dat wel wilde. Ik ben trots omdat het Emma op een of andere manier, hoe ziek ze ook was, toch gelukt is om een boodschap in de wereld te brengen. En voor haar was dat zo belangrijk. Ik denk dat ze het daarom heeft volgehouden. Omdat het voor haar ook zin gaf aan wat haar overkwam.